Wanneer heb jij voor het laatst gehuild om een video of lach je op de grond van het lachen? In deze stoon leer je mensen raken met videoverhalen. Denk aan een absurdistische sketch, een geestige animatie of een meeslepende videoclip of hysterische spelshow. Hoe maak je die humoristische of ontroerende video? Welke inzichten in de psychologie van de mens heb je hiervoor nodig? Welke culturele bagage moet je verzamelen om de juiste ethische afwegingen te maken? Met welke maatschappelijke trends en thema's moet je rekening houden? En dan moet de video die je bedenkt ook nog passen bij de doelgroep. Een flinke klus om in de vingers te krijgen, maar daar gaan wij je bij helpen. Wat ga je doen? Je maakt meerdere video's. Eén daarvan is een explainer video die je samen met een groepje maakt. Waarin jullie je onderzoeksresultaten presenteren en jullie geformuleerde kernboodschap van het schermspad. De tweede video is jouw eigen individuele productie waarmee jij je opdrachtgever van de stoel gaat blazen. In de vorm en inhoud ben je volledig vrij. En ik hoor je denken een serieus goede video maken, dat is best veel werk. Dat klopt, maar je werkt samen met een buddy in de voorbereiding en op de draaidagen. Om alle inspiratie die je opdoet en je creatieve ontwikkeling als videomaker bij te houden, werk je aan een creatief dossier. Hierin onderbouw je ook je eigen videoproductie aan de hand van de theorieën die je krijgt over vermaak, beeldende verhalen vertellen, humor, ontroering, ethiek en meer. Dus ben jij een maker puur sang, een creatieveling die smult van entertainment in al haar bijzondere verschijningsvormen en een heuse verhalenbinger, dan is dit jouw stoon. Affiniteit met video is een grote pre, ervaring met montage is zeer aan te raden. Wat je gaat worden is een creatieve verhalenmaker die nog beter weet hoe je een publiek met jouw video kunt inpakken.